Hallo iedereen, welkom in onze volgende vlog. In deze vlog zal ik jullie uitleggen hoe je een wedstrijdpak het best aandoet. Dus ik heb hier een carbon air bij. Een van mijn favoriete pakken ook, om bijvoorbeeld een 200 meter te zwemmen. Het is een pak met een open rug. Het eerste wat ik altijd doe bij het aantrekken van mijn pak, zijn bij ieder pijpje eigenlijk die boordjes overtrekken. Dus dat doe ik aan beide kanten. En dan, ja, dan beginnen we ermee. Dus ik rol mijn pak een beetje over. Dan begin ik met mijn ene linkerbeen door het pak te trekken. En ik zorg meteen dat dat boordje al over mijn knie komt. En eigenlijk al zo ver mogelijk. Vervolgens doe ik hetzelfde met het tweede pijpje eigenlijk. En ook ervoor zorgen dat deze meteen boven mijn knie komt. Dan ga ik eigenlijk aan de bandjes naar omhoog trekken. Het is altijd een beetje wringen in het begin. En dan let ik er eigenlijk vooral op, want ik heb ook lange nagels, dat ik geen gaten maak in mijn pak. En ik probeer altijd meestal op de naad eigenlijk naar boven te trekken. Dus ik begin dan hier en opzij vooral. Een beetje naar links eerst, dan een beetje rechts. Eigenlijk op die dikke naad naar boven te trekken. Je kan ook altijd wel een beetje hier naar boven trekken, maar hier is het echt vooral dunne stof. Dus kan je eigenlijk het risico hebben dat je soms met je vingers erdoor zit. Nu langs de binnenkant is er ook een dikkere naald. Dus die kan je ook gerust naar boven trekken. Het is altijd wat afwisselend. Eerst een beetje links, een beetje rechts. Zo. Dan trek je het bovenstuk terug een beetje naar boven. En dan heb je het achterste deel, dus dat kan je eigenlijk dan ook helemaal vastnemen onderaan en dan trek je dat eigenlijk naar boven. Tot je zitvlak er eigenlijk volledig in zit. Ja, dus nu zit ik er volledig in. Maar toch moet ik eigenlijk die nog veel meer naar boven trekken. Dus wat doe ik dan? Ik neem die pijpjes en ik breng ze wat hoger. En dan terug van opzij naar boven trekken. Bij de rechterkant ook terug wat naar boven brengen. Want je moet er rekening mee houden als je die lapjes dan naar beneden trekt, dan komt dat een beetje lager. Ziezo. Ik ga ook altijd zo een beetje mijn benen zo wat voorbewegen, vooral bij een schoolslag, dat ik toch wel voel dat het flexibel gaat zitten. Maar bij deze pak heb je dat altijd wel, zit ik er altijd wel heel goed in. En dan heb je het bovenste stuk, dus dat breng je eigenlijk naar boven. Nu, je kan het alleen aan doen, maar ik vraag meestal ook aan iemand om mee te helpen, die dan dit bandje eigenlijk naar buiten trekt. Je kan het nu ook wel zelf doen, dus je trekt het naar buiten, zodat je makkelijk je arm erin kan doorbrengen. Zo, dan deze ook. Je trekt deze naar buiten en je brengt die erin. Ziezo. Altijd zorgen dat je bandjes ook achteraan niet geplooid zitten, maar altijd goed. Ja, zo. En normaal gezien moet je dat ook zien, dus op het einde ga je dan die lapjes dan ook aan je knieën naar beneden trekken. Dat doe ik eigenlijk meestal altijd maar een
kwartier voor mijn wedstrijd eigenlijk. Dus ziezo. En zo zit ik in het pak. Zo'n pakken zijn zeker niet goedkoop. Zo'n pak kost ongeveer in de 300 euro eigenlijk. Dus ja, het is dan ook wel een zonde als je het niet correct aandoet en er zit een gat in. Dan ben je meteen je 300 euro kwijt eigenlijk. Dus altijd wees heel voorzichtig hoe je het pak aantrekt. Neem ook geen te kleine maat. Want als je een te kleine maat neemt, dan heb je ook wel sneller het risico dat het pak zal scheuren. En misschien best altijd een klein beetje groter nemen, maar er ook voor zorgen dat er eigenlijk geen plooien zitten. Bij mij is dat een Franse maat 32, Duits 30 eigenlijk. En wat ik ook meestal doe bij het eerste keer dat ik een pak koop, test ik het ook altijd eens in, op training, gewoon eens 100 of 200 meter mee zwemmen. Omdat het pak hem dan al een beetje gegeven heeft, zeker voor een 200 meter. Anders zou het wel eens kunnen dat mijn benen nog ontploffen staan. Dus altijd wel handig om de eerste keer te testen, vooral voor degenen die ja, voor het eerst een pak kopen en dit nog nooit gedaan hebben, om het toch wel eens te testen op training. Je moet daar zeker geen uur mee zwemmen, want anders gaat het echt wel heel beginnen lastig worden aan je schouders, want die bandjes die duwen wel op je schouders. Het is ook een pak om maar ja, 2 à 5 minuten, maximum 10 of 15 minuten aan te doen op wedstrijd dan, maar zeker niet om een training daarmee te doen. Dus draag dit pak zeker niet tijdens een volledige training. Ziezo, dit was vlog 23. Ik hoop dat deze tips heel interessant waren voor jullie. En vergeet jullie zeker niet te abonneren, want wanneer dit gebeurd is, dan kunnen jullie ook via het belletje een notificatie krijgen wanneer een volgende vlog eraan komt. Tot de volgende keer!